Binnenkort, om precies te zijn op zaterdag 17 oktober, het staat vast en zeker al in uw al dan niet digitale agenda, dan is het weer zover. Dat is de dag van de Arnhemse geschiedenis. En een traditie, mag ik wel zeggen. En een van de locaties die op die dag een belangrijke rol speelt, is het Veerhuis Meinerswijk. Ooit Café Meinerswijk. Ik dacht dat het Café de Praats was, maar dat schijnt het nooit geheten te hebben. In ieder geval, op die dag speelt het Veerhuis een belangrijke rol. Het Veerhuis heeft een enorme historie. Lang en gevarieerd. En er is één man in ons land die daar alles van weet. In het programmaoverzicht wordt hij historicus genoemd. Dat is een beetje overdreven. Maar hij is wel een enorm liefhebber van de geschiedenis van Arnhem in het algemeen. En van Elden in het bijzonder. Ik geef met heel veel plezier de microfoon aan Geert Visser. U ziet hier het buurtschap De Praats. Aan de overzijde van de rivier. Heel veel mensen in Arnhem die kennen het wel, maar die zijn er vaak nooit geweest. En dat is in zekere zin ook wel begrijpelijk, omdat het heel lastig is om er te komen. Je moet het even weten. Het is een buurtschapje waar het heel rustig is en waar het heel leuk is wonen. En het heeft een hele bijzondere geschiedenis. Helemaal links, dat gebouw, dat laatste gebouw links, dat is het oude Hotel De Praats, ofwel Café De Praats. Is eigenlijk het oudste gebouw daar. En daarnaast staat een schuur, die hoort ook bij, hotel, bij dat oude hotel. Dat is inmiddels, die schuur is inmiddels een hotel geworden. En tussenin ziet u een woonblok, waarvan het hoekpand ooit een winkeltje was. En achter dit woonblok staat nog een woonblok, staat er dwars op. En helemaal rechts, daar ziet u het gerestaureerde, of gerenoveerde moet ik zeggen, Veerhuis aan de Praats. En als het goed is, gaan we daar met de dag van de geschiedenis een aantal zaken organiseren. Maar de organisatie van de dag van de geschiedenis heeft mij gevraagd om u eens wat meer te vertellen over die plek. En dat doe ik graag. De meeste van u kennen deze mooie foto wel van Café Meinerswijk. Dat is de plek waar dus nu dat café, het Veerhuis, staat. Van die foto, je ziet dat erop staat Van Rossum. Johannes Van Rossum was in 1905, heeft hij dat café gekocht. Of in ieder geval, hij was daar koffiehouder. Een Amsterdammer. En hij was zo'n beetje de derde cafébaas daar. Vaak is met die oude foto's zo dat je niet precies kunt zien van wanneer het nou geweest is. Maar ik schat in, omdat hij in 1905 is begonnen, dat die foto ook gemaakt is in 1905. Misschien in de zomer van 1906. Een aantal mensen zit daar leuk buiten, het is mooi weer. En je ziet dat het café ook een hele mooie serre heeft. Het café lag op een hele mooie strategische plek. Vanuit de stad kon je er zo naartoe lopen. Je ziet hier de schipbrug van Arnhem, die tot 1935 te gelegen heeft. En die schipbrug die heeft 300 jaar dienst gedaan. En die verbond op die plek Arnhem met de Betuwe. En als je op de schipbrug naar de zuidkant liep, dan liep je eigenlijk gewoon het café binnen. Deze foto is uit 1930. Dat kun je vaak aan een aantal zaken goed vastleggen. Even kijken, er zit hier geloof ik een rood dingetje op. Ja. Hier ziet u het overlaatste station van de Betuwse stoomtram. Die vertrok op dit punt. Dat maakte dat café ook heel interessant. Want dan moest je, als je op de tram moest wachten, dan kon je nog eventjes een kopje koffie nemen daar ter plekke. En dit is de weg naar Nijmegen. Tot 1935 is dat de Rijksweg naar Nijmegen geweest. En al het verkeer kwam dus over de Praats heen. Bovendien was dit gebied heel erg in trek voor Arnhemmers om eventjes de brug over te gaan. En hier naast de Praats, naast het café De Praats, heb je de zogenaamde paasweide liggen waar jaarlijks de kermis gehouden werd.
Eigenlijk is deze kant van de brug nog redelijk intact gebleven. Dat geldt niet voor de andere kant. Deze foto is genomen vanuit het café. De brug is open. Je ziet dat voor het scheepvaartverkeer moest de brug er af en toe tussenuit, middenstukken. En dan moest je wachten. En dat kon soms lang duren. En daar had natuurlijk zo'n café ook profijt van. Als je uit de stad kwam of je moest naar de stad toe en je moest wachten, dan kon je ook eventjes gezellig op het terras gaan zitten. Van de situatie zoals die hier op deze foto te zien is, is niks meer over. Alles is verdwenen in de loop der tijd. Het meeste is verdwenen in de oorlog. Een paar dingen. Hier staat het brugwachtershuisje. Daar hotel Rijnhotel. En daarnaast het Rijnhotel de panden van Robbers en Verhoogen, die nu op de Velperweg zitten, wijnhandelaar. En de brug die kwam uit op de nieuwe kraan. De nieuwe kraan die dan weer uitkwam op de oude kraan. Ook de nieuwe kraan, die straat die is ook helemaal verdwenen. Hierachter lag de oude haven. Die oude haven werd ook gebruikt om de brug te bergen als de ijsgang was. Dus vandaar dat die haven zo dicht bij de brug lag. Er zijn ontzettend veel plaatjes van deze positie naar de stad toe. Als je op bij het Gelders Archief gaat kijken, daar kun je tegenwoordig ook gewoon die printer ook allemaal downloaden. Dat is hartstikke leuk. Maar er zijn heel veel schilderijen gemaakt vanaf dit punt. Dat is ongeveer het punt waar Elisabeth Gashuis nu staat. Richting de stad. Je ziet hier onderlangs. En wat je op al die schilderijen ziet, dat is de praats zoals die er oorspronkelijk uit heeft gezien. Dan gaat er een hoop aan de scherpte verloren door dit scherm. Dus ik zal u het een en ander vertellen wat mij ik vind deze pret met name zo interessant, omdat er een aantal dingen op staat waarop je goed de tijd kunt lokaliseren. Ten eerste zie je hier een hoop kinderen spelen. En dat is de Paasweide, dat is nu waar die steenfabriek staat. Die is eeuwenlang is die gebruikt om met de Pasen de kermis te houden voor de kinderen. Dat is uiteindelijk is dat uitgegroeid tot een echte kermis. En dat eigenlijk, het was een hele rare, dus de kermis van Arnhem. Terwijl het Elders gebied was, dus de burgemeester van Elden, de burgemeester van Elst, die was verantwoordelijk voor de orde en veiligheid. En Arnhem kon hier kermis houden, dat was dus iets wat niet vol te houden was. Daar heeft de burgemeester ook van alles voor verzonnen om dat om zeep te helpen. Wat ook nog aardig is op deze foto, op deze prent, is dat je hier al ziet het nieuwe logement, de Praats, dus Café de Praats, is toen al gebouwd. Is in 1830 gebouwd. Dus deze prent is gemaakt in ieder geval na 1813. En naast Café de Praats, daar zie je nog de oude uitspanning de Praats. Je had op deze plek twee uitspanningen. De oude Wijnberg, die stond op de stadsblokken. Die stond aan de overkant. En de Praats. Nou, zo'n uitspanning, het woord zegt het al. Je komt met een paard aan en je spant het paard uit. En dus een uitspanning is ook altijd ontspanning. Dus meestal is zo'n uitspanning ook een café of een herberg. En dat was ook daar het geval. Arnhem heeft al heel lang, is hij eigenaar geweest van Meijnerswijk. De Praats maakt deel uit van Meijnerswijk. Het was een heerlijkheid. En in 1752 kocht Arnhem Meijnerswijk. Het behoorde niet tot de stad, maar wel tot de. Het was wel van de stad, maar het was niet de stad zelf. En heeft in 1826 de zaak weer verkocht omdat ze geld nodig hadden. Dus toen begon het feest in dat gebied. Ik zet hem uit tegen. De eerste die in de rij stond was Graaf Ransof. Graaf von Ransof moet ik zeggen. Dat was een Duitser uit Kleef die in het Franse leger heeft gevochten. Maar in 1850 zich aangesloten heeft in het Nederlandse leger. En een hele grote goede posities had. Hij was onder andere betaalmeester bij de provincie van Gelderland. En hij was rentmeester bij het kroondomein. Hij kocht Meijnerswijk van de gemeente. En kon zich van die tijd af
ook heer van Meijnerswijk noemt, wat hij ook graag wou, want hij was niet van adel. De volgende is de heer Hugenpot tot Aard, meester Hugenpot tot Aard. Dat is een bekende advocaat en notaris uit Arnhem, die de Praats heeft gekocht toen de tijd. Dus hij was de eigenaar van de Praats. Hij hoefde niet per se heer van Meijnerswijk te worden, want hij was al baron. Maar die jongens die wouden snel van hun grond weer af om er wat aan te verdienen. Van Ronsow heeft in 1844 Meijnerswijk verkocht aan Willem II, koning Willem II. En Hugenpot die heeft de hele Praats in 1844 verkocht aan de man helemaal links met baard, de heer Gerrit Koers. En Gerrit Koers staat naast Hendrik Heuvelink, junior. En dat was een grote ondernemer in Arnhem. Ik weet niet of u dat weet, maar op de Praats heeft heel lang na de oorlog ook nog een zagerij gestaan. De Zaanse houthandel. En dat is een overblijfsel van het bedrijf van Koers, wat er ooit heeft gestaan. En in 1863 kreeg Koers de gelegenheid om daar 3 hectare grond te kopen. En is op een gegeven moment heeft zijn werkterrein verlegd van de Praats naar de Stadsbokken. En die Koers, dat is wel een interessante vent, daar weten we eigenlijk helemaal niet zoveel van. Maar die had een heel groot bedrijf, was ontzettend ondernemend. En het was een soort, ja tegenwoordig zou je zeggen, een soort gamma waar je van alles kon krijgen. Maar op grote schaal. Hij is een zoon van Jacob Koers. En Jacob Koers is ook een hele bekende architect, aannemer geweest in Arnhem. Die heel veel gedaan heeft voor de baron van Hekeren in Sonsbeek. Dus heel veel wat er in Sonsbeek gebouwd is, is ontworpen en gemaakt door de vader van deze Gerrit Koers. Op deze foto kun je aardig zien hoe de ontwikkeling van de Praats ging. Je ziet op de achtergrond, achter het café hier, zie je nog de werkplaats van de Koers, de eerste werkplaats. En die heeft hij op een gegeven moment niet meer nodig gehad. En die heeft hij verkocht. En toen is er op een gegeven moment iemand hier een café begonnen met een stalling. Die plek om iets te stallen, om een paard daar te stallen, die was interessant. Want als je in de stad moest zijn en je hebt niks af te geven en je kon daar het paard stallen, hoefde je geen bruggeld te betalen. Dus het is een soort transferium geweest. Links ziet u de contouren van Koers. Die had 2 houthaventjes waar het hout uit Duitsland dreef af via de Rijn. Daar in het water lag om vervolgens verzaagd te worden. Ander detail is dat mooie schip wat hier door de brug heen vaart. Dat is een schip van de rederij Concordia. Voor Van Rossum zat Van Kessel erin. En je ziet dat Van Rossum het café nog redelijk heeft opgeknapt, want dit ziet er al veel minder uit. Maar het café was toen de tijd al 35 jaar oud. Op zoek naar wie nou eigenlijk de eerste was die daar café is begonnen. Dat is heel lastig, omdat je dan in een tijd zit dat er weinig foto's gemaakt zijn. En dan moet je het hebben van advertenties of dergelijks. En deze advertentie die geeft daar de beste aanwijzing in. Je ziet een advertentie uit 1871 van ene J.F. Timmermans, verhuurder van paarden en rijtuigen. Dus je kon daar gewoon, als je daar naartoe ging, een paard en rijtuig lenen voor een dag. Zoals we dat tegenwoordig ook met auto's kennen. Zo'n soort hertz, zoiets. Maar het geeft ook wel een aardig inzicht van wat er allemaal in dat café te doen was. Je kon daar kegelen. Kegelen is altijd een hele populaire sport geweest. Bijna elk café had wel een kegelbaan. Je kon er schieten. Dat kan in de Betuwe kon dat heel lang. Je kon altijd blijven schieten daar. Uit de ruimte. En
Het was natuurlijk ook in de nabijheid van het rivierbad wat er lag aan de Praats. Dat heeft er heel lang gelegen, tot ongeveer 1910. Toen kwam de Betuwse stoomtram en toen moest het zwembad vertrekken. Maar dat kwam de Arnhemse zwemvereniging wel goed uit, want die wouden zelf ook uitbreiden. Toen is het zwembad verkast naar de nieuwe kade die toen ontwikkeld werd. En even later is er een tweede zwembad gekomen. We hebben twee zwembaden naast elkaar gelegen aan de nieuwe kade. Die Timmermans, daar ben ik nog eventjes naar op zoek gegaan van wie is dat nou? En dat blijkt dus iemand te zijn die aan de oude kraan heeft gewoond en daar een stalhouderij heeft gehad. Hij zat tegenover Hotel de Zon, dat is op de oude kraan, een mooi oud hotel. En daar had hij een stalhouderij en hij reed voor Hotel Bellevue en Hotel de Zon. Voor de gasten, die hield hij op het station en hij bracht ze naar het hotel. Of hij bracht ze van het station naar de stoomboten aan de Rijnkade. Dus die man had een hele interessante business. Maar in 1865 is door hooibrand het hele pand verwoest. En dat is de reden geweest dat hij verkast is naar de andere kant. Koers die had dat pand niet meer nodig, die schuur. En voor hem, hij zag wel wat in dat pand, in die plek in ieder geval, want het was maar een paar honderd meter verderop. En hij is degene die begonnen is met het café. Het is aannemelijk dat Koers, die ook architect was, dus Gerrit Koers, de zoon, dat hij het café heeft ontworpen en ook heeft gebouwd. Alleen, dat zullen we nooit weten. Ik denk dat het heel lastig is om daarachter te komen, maar misschien dat er een aantal mensen in de zaal zijn die mij een beetje kunnen helpen om dat wel te onderzoeken. Je ziet hier op deze foto het zwembad, het drijvende zwembad achter de schipbrug. Verkeer had je toen bijna niet. Als je wandelend over de schipbrug ging, dan hoefde je niks te betalen, maar de fiets moest je al betalen. Ja, die plek heeft heel veel, op die plek is heel veel gebeurd. Onder andere in 1926 hoogwater. Toch minder hoogwater als in 1995. Maar je ziet al dat het café onder water staat. Het was ook heel moeilijk om de brug over te gaan. En ik heb me ook laten vertellen dat in 1926 op een gegeven moment de weg is afgezet, omdat de Eldense dijk het niet meer hield, dat hij te drassig werd. En dan 1935, de schipbrug wordt opgeheven. Dan zit je in één keer in een situatie dat zo'n gebied wat zo ontzettend bruisend is, in één keer is er niks meer te doen. Het valt helemaal stil. Is deze foto gemaakt. Je ziet hier links het Hotel de Praats. Dus heel lang is dat gerund door de familie Boekhorst. En die hadden ook nog naast hun huis in die schuur een kolenhandel. En op deze foto zie je ook nog de situatie zoals die ooit was. Hier ga je naar de stadsblokken toe, over de knarsluis die er ooit gezeten heeft. Hier. En hieronder, daar loopt het restant van de grift. Dat is een oude trekvaart die 100 jaar heeft gefunctioneerd. Een trekvaart tussen Arnhem en Nijmegen. Daar kan ik nou niet te veel over vertellen, maar dan moet u maar met de dag van de geschiedenis daar komen. Dan zal ik er iets meer over vertellen. In 1935 is er wel een pontje gekomen voor de omwonenden, voor scholieren. En dat pontje, dat is het pontje tussen de Praats en Roemotsplein. En dat werd gerund door de familie Scheers. De broers Jos en Richard, die runden die zaak. En je vraagt je af of dat wel rendabel was. Richard was was ook degene die het café runde, maar het lag natuurlijk heel erg ongelukkig. In de oorlog veranderde dat in één keer weer, dus 4 jaar later. De brug werd opgeblazen, de grote Rijnbrug. En op de plek van de Praats kwam eerst een veer en later weer een schipbrug. Deze schipbrug is uit Deventer aangevoerd, maar is eigenlijk of uit Zutphen. Het is eigenlijk de schipbrug die ooit bij Vianen heeft gelegen. Die werd ook anders uitgevaren met een sleepboot. Maar in ieder geval, dat was voor het café toch wel een verbetering. Die hebben in de oorlogsjaren nog een aardig kunnen draaien. In de oorlog
In 1944 is het de plek geweest waar heel veel mensen nog op het laatst hebben geprobeerd vanuit de Betuwe naar de Veluwe te komen. Daar zijn ook 3 mensen omgekomen uit Huissen. Dat is een monumentje, staat er ook van. En in 1945 was het de plek om weer terug te gaan. Daar lagen als eerste een paar pontonbruggen, 2 pontonbruggen. Eigenlijk bedoeld voor de Canadese militairen. De aan- en afvoer, de maple-up en de maple-down route. En die maple-down route, dus naar het zuiden toe, die zie je hier. Die was nogal, laten we zeggen, met zijn afrit erg westelijk gericht. En die auto's, die grote vrachtwagens, die moesten een enorme bocht maken om hier weer op de Eldense weg te komen. En dat was de reden toe om wat er nog van het café over was, om dat te slopen. Dat was het definitieve einde van het café Meijnerswijk. Na de oorlog in 1946 is het café weer opgebouwd. Dit kent u misschien wel, het oude café Meijnerswijk, werd toen ook het Veerhuis genoemd, toen al. Moet ik het tempo maken? Oké. Okay. Ja. En je ziet hier het pontje wat naar de overkant gaat. Het café kreeg een andere invulling. Het was meer een buurtcafé waar je prima een avondje kon organiseren. Je ziet dat voor bruiloft en partijen. Ik denk dat heel veel mensen in Malburg in ieder geval daar hun bruiloft hebben gehouden. En dat pontje, ja, dat voer naar de andere kant. En je ziet al op deze foto hoe dat situatie in Arnhem na de oorlog drastisch is veranderd. Op de achtergrond zie je nog de oude keten van de Giro. Nou, ik had nog 2 rittenkaarten gekregen van iemand. 20 ritten voor een gulden, dat is dus geen geld. Je kon voor een stuiver kon je over. Maar dat was wel in de tijd dat Scheers nog in Elden woonde, dus voor 1966. Toen hij eenmaal in Arnhem woonde, gingen de prijzen met 25% omhoog. Dat zie je gelijk. Maar dat is vaak zo, in de stad is alles veel duurder. Het definitieve einde van het veer aan de Praats is de bouw en de komst van de Mandelabrug. In 1977 was het afgelopen. Het café was ook bijna niks meer. Maar men probeert er weer wat nieuw leven in te blazen. Hartelijk dank voor uw aandacht.